Zo valt in de Koran te lezen over ongelovigen dat zij afgeslacht moeten worden, dat zij moeten lijden, dat er bloedbaden onder aangericht moeten worden. En dan heb ik zo'n 4 voorbeelden per citaat die ik er niet bij zal halen. Joden worden vergeleken met apen en zwijnen, 3 keer maar liefst. De reactie is vaak, ja, maar het is een andere cultuur. Het is zeker een andere cultuur. Ik zie mensen al denken en ik hoor het vaak zeggen, ja, maar ze kunnen goed koken en op die manier de boel goed praten. De Koran zegt niks over koken, maar wel over het braden van de ongelovigen. Ik weet niet of dat ook meetelt. De vrouw is volgens de Koran de helft waard van de man. En het lijkt goed te klinken, verkrachting is wel strafbaar volgens de islamitische doctrine. Het is strafbaar voor een vrouw om verkracht te worden. En helaas is dit in het Midden-Oosten nog steeds aan de orde van de dag. Dan komt de volgende vraag op. Komt deze dreiging ook vanuit de Al-Hitsa-moskee? Het antwoord is ja. Bekend is dat Victor Drosten kennis heeft en daar op bezoek is geweest. Victor Drosten is momenteel druk in Syrië hoofd aan het afhakken onder de naam Zakaria al-Hollandi. Milata Ibrahim, een extremistische organisatie, is vertegenwoordigd in de Al-Hitsa-moskee. Zo extremistisch dat deze in Duitsland reeds verboden is. Salafi Media is vertegenwoordigd, die de gruweldaden van de islam verheerlijkt op internet met filmpjes, ook vanuit Syrië, waar mensen gemarteld, gestenigd, verbrand en onthoofd worden. De websites van deze radicale organisatie zijn hier op het gemeentehuis geblokkeerd, dus onderzoek heb ik thuis moeten doen. Kennelijk is hier een angst dat raadsleden gaan radicaliseren als zij deze websites bezoeken. Toen Lever Leiden hier vragen over stelde, was het antwoord van het college dat zij niet over het internet gaan. Wat een daadkracht.